Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u had het al gezegd, maar anders doe ik het nog een keer. Ik wil u melden dat ik spreek namens het college van GS. Voorzitter, ik kom met een korte verklaring. Er is nogal veel gebeurd de afgelopen dagen. Er is een bijzondere dynamiek op gang gekomen, met name in de media. En dat roept een diversiteit aan beelden op. Onze plaats voor verantwoordelijkheid is hier. Hier in de Statenzaal van Drenthe. Wij brengen vandaag u op de hoogte van wat er gebeurd is en wat de huidige stand van zaken is. Dat doen we tegen de achtergrond dat we ons verantwoordelijk voelen om dat te doen wat goed is voor Drenthe. Voorzitter, ik wil eigenlijk beginnen met de brief die u vrijdag hebt ontvangen. Een brief die is geaccordeerd door de heer Van Matuuk en ik wil u meenemen wat in deze brief staat. Hierbij informeren wij dat de heer, dat gedeputeerde Van Matuuk stopt als lid van het college van gedeputeerde staten. De reden is dat de bestuurstijlen te ver uit elkaar liggen. De gedeputeerden hebben dit gezamenlijk besloten in het belang van collectiviteit. Na een opvolger wordt door de statenfractie van de Partij van Arbeid verzocht. De heer Van Matuuk stopt met onmiddellijke ingang en zijn taken zullen totdat er een vervanger is benoemd worden overgenomen door de overige gedeputeerden. Hoogachtend gedeputeerde Staten van Drenthe. Dat was de brief waarin wij, dus alle collegeleden, onze afspraken hebben vastgelegd als uitkomst van onze gesprekken vorige week. Die afspraken vormen voor ons vertrekpunt in de verantwoording toen en nog steeds. Dat betekent dat de uitkomst een uitkomst met respect voor elkaar toen, nu en naar de toekomst. Dus niet op elkaar afgeven, dat is niet onze stijl. Consequentie dan ook terughoudendheid. Het zij zo, maar wij staan voor onze afspraken. Maar voorzitter, we merken op dat het begrip bestuurstijl vragen oproept. Wij willen graag een toelichting geven. Wat is dat nou verschillen in bestuurstijlen? En we zullen dat dan ook verduidelijken. Een bestuurstijl manifesteert zich hier in het provinciehuis, maar ook daarbuiten. Wij willen benadrukken dat het hier gaat om een interne bestuurstijl. Dus binnen het college en binnen het provinciehuis. Dan gaat het om besturen op hoofdlijnen versus verdergaande detailleren. Langdurige besluitvormingsprocessen of daadkracht. En de bestuurlijke aansturing van de organisatie. Eigenlijk betekent dit, hoe ga je om met interne processen voor de realisatie en de kwaliteit van het product qua duur, maar ook qua inhoud. Het gaat dus niet om politieke verschillen. Dat benadrukken we nog eens. Voorzitter, het gaat er wel om. Wat wil je met het team bereiken? En dat kan alleen succesvol zijn wanneer je in een werkwijze staat waar je elkaar versterkt. Je kunt incidenteel best eens uit elkaar lopen, maar hier was sprake van een optelsom over een langere periode. In die afgelopen periode hebben we hier meerdere malen met de heer Van Matuuk over gesproken. Over het werk binnen het college en binnen de organisatie. Daar hebben we het over en nog maar niet over het externe. Helaas moeten wij constateren dat die gesprekken niet geleid hebben tot verbeteringen. En dan valt het zwaar dat de uitkomst van een collectief besluit is dat het zo niet verder kan. Dat was voor de heer Van Matuuk reden zich in het belang van het collectief terug te trekken. Voorzitter, onze wegen scheiden zich nu van elkaar, met respect voor diens opvatting. En laten we dat waardig doen. Om bijna aansluiten bij de woorden die onze eerste spreker Vera vanmiddag sprak. We kunnen verschillend denken, maar we moeten leren begrip hebben voor elkaar, ook al denken we soms anders. Maar dat past ook bij, dat wil ik nog wel doen, met een woord van respect en waardering naar de fractie van de Partij van Arbeid. Ook al gaat het hier niet om een politiek verschil van mening, maar het raakt je wel. Het raakt jullie, het raakt ons en het raakt mij.
We zijn blij dat we op inhoud de verbinding niet zijn verloren en dat we als coalitiepartner daarachter zijn blijven staan. Dat is een moedige beslissing in het belang van Drenthe. Voorzitter, het collegeteam is nu niet compleet. We hebben er echt alle vertrouwen in dat er snel een nieuwe collega komt, waar we weer het team voluit vanuit de fracties Partij van Arbeid, CDA, ChristenUnie en de VVD gesteund hebben. We gaan met elkaar verder en dan hebben wij het volste vertrouwen in. Dank u wel. Ik dank u voor uw inbreng in eerste termijn en misschien gaan we door dan mevrouw Goeps namens de Partij van Arbeid in eerste termijn.